Op vrijdag 5 oktober organiseert de vriendengroep De Lollebollen en het Sint-Willibrorderschilde de Kasterse kampioenschappen touwtrekken. En gezien het verschil in spier- en trekkracht was er een aparte dames- en herenpool. We staan hier in Kaster aan de Wagenbroeken bij vriendengroep De Lollebollen. Op de vooravond van de paardentrek wordt hier het touwtrekken georganiseerd. En Luc kan er meer over vertellen. Ja, wij zijn hier vanavond dan bij de touwtrekwedstrijden van de vriendengroep De Lollebollen. Dit is het derde jaar dat wij weer iets organiseren. En deze jaar gaan we kijken wat het touwtrekken wordt. Nou, we hebben dit jaar een zo origineel mogelijk thema bedacht. Het Kasterse kampioenschappen touwtrekken. Er doen 13 mannenteams en 7 vrouwenteams aan mee. Elk team bestaat uit 4 deelnemers en een coach. Hier zijn de team en daar staat een team. Dan als er 1 keer iemand heeft gewonnen, dan wordt er gewisseld van kant. Als het dan 1-1 is, gaat er nog een derde ronde gespeeld worden. Als het dan nog 2-0 is, dan gaan we door naar de volgende. Langs mij staan Hanne en Caroline. Je hebt net ook mee touw getrokken. Hanne, nou vraag ik me eigen af, hoe ben je ertoe gekomen om hier gaan te touw trekken? Nou, dat kan ik wel vertellen. Wij stonden met Kasse Kermis te kwallen met de meiden. Ja. En het toernooi kwam eraan. En eigenlijk een beetje met alcohol op de beslissing genomen van wij gaan meedoen. Nou, en daar staan we dan. En Caroline, heb je ook meegedaan, hè? Hoe bevalt dat voor de eerste keer touw trekken? Dat bevalt goed, hè, de eerste keer touw trekken. We hebben gewonnen, dus... Ik vraag mijn eigen wal af, hoe gaat dat nou in de nette kleding? Is het goed verlopen? Heel goed, want we hebben gewonnen. En dit is ook niet de nette kleding. En wat denk je aan van de avond? Nou, dan zeggen wij 2 vingers in de neus. Langs mijn steen Rick Wilborgs. Rick Wilborgs is net meegetrokken met de boykes. Kim! 3, 2, 1! Waar is er in een touwtrekwedstrijd nou heel belangrijk, Rick? Nou, er is eigenlijk één ding. Je moet zo even een heel beroep op een schot in een vetzak hebben. Die moet aan de tent inzetten. Goeie gewicht in strijd. Goeie pot bier bij een condoom. Bij de dames weer. We zijn als eerste geëindigd de Bollemers. Die vragen even een Bollemers voor. Kussen! We zien wel wat. Ja. Iedereen bedankt. En tot voor het jaar. Bedankt voor deze gezellige avond.